Op 10 februari is het weer zover. Warme truiendag. Om energieverspilling tegen te gaan, zet je de verwarming een graad lager en trek je een lekkere warme trui aan. En doe dat op tijd, want als je het al koud hebt, heeft een warme trui weinig zin. Een trui geeft immers geen warmte, maar vertraagt alleen de warmteafgifte. Om je lichaam zo warm mogelijk te houden is de dikte van je trui en het oppervlak dat je trui bedekt belangrijker dan het materiaal. Is de totaalbedekking van een hippe polyester onesie groener dan die van een klassieke wollen trui? Polyester is een synthetisch product dat wordt gemaakt uit aardolie. En die olie raakt ooit op. Toch is polyester minder milieubelastend dan wol. Weliswaar is wol een hernieuwbaar product, want er zijn steeds weer nieuwe schapen met wol. Maar ja, schapen stoten methaangassen uit. Niet zo lekker voor het milieu. En schapen moeten ook eten. Bovendien kost de weg van wol van het schaap naar een fijne trui veel water en energie. Mocht je toch echt voor een wollen trui willen kiezen, bijvoorbeeld omdat een onesie het niet zo goed doet op je werk, kies dan voor een gerecyclede variant. De textielindustrie probeert wol, katoen en polyester te recyclen op een manier dat het weer hoogwaardig textiel kan worden. Zulke kleren zijn vaak wel wat duurder. Maar op die manier kun je als consument een steentje bijdragen aan de initiatieven die er zijn om de toch nog sterk vervuilende textielindustrie een beetje groener te maken. En zit je thuis lekker in je duurzame onesie of in je oude trui, maar heb je het nog steeds koud? Kijk dan eens naar de grond. Ligt daar wel een lekker tapijt? Of heb je dikke sokken aan? Want wie koude voeten heeft, krijgt het nooit warm. En dat geldt ook voor je hoofd.